Leuk dat je weer kijkt. Nou, je ziet het, ik heb mijn vlies aan. Het was de afgelopen week hier hartstikke koud. Bijna elke ochtend nachtvorst. Veel schade aan de wijngaarden. In de krant stond 60%, misschien 70%, is bevroren. En dat wil dan dus zeggen dat er dus geen druiven aankomen dit jaar. Nou, gelukkig, de wijngaard hiernaast is bespaard gebleven, omdat die heel hoog ligt. Het is vooral veel schade bij de wijngaarden in het dal. Maar ook schade in Innie's moestuin. Want jullie weten dat ik mijn aardappels had afgedekt met een vliesdoek. Het heeft niet geholpen. En het gekke is dat de zijkanten, waarvan ik dacht dat die het minst beschermd waren, daar is het eigenlijk best nog wel goed gegaan. Maar juist de aardappels in het midden van het vak, die zijn allemaal bevroren geweest. En dus afgestorven. Ze zijn helemaal zwart. Maar ik had er natuurlijk al wel een laag mulch omheen gelegd. Hè? De grond afgedekt met dat afgemaaide gras. En ik heb het mulch een beetje opzij geschoven. En toen zag ik dat daaronder de stelen, de bladeren, waar de bladeren aan komen, dat daar nog wel wat groen is. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat die nog gaan aangroeien en dat de schade beperkt blijft. Nou, meestal als de bovenste bladeren een beetje zwart zijn of ze zijn een beetje aangetast, is dat niet zo erg. Maar als ze echt helemaal tot beneden aan de grond zijn afgevroren, nou, dan wordt het wel penibel. Maar goed, we gaan het afwachten. Er is niks aan te doen. De aardappels daar aan de andere kant, die zijn ook wel enigszins aangetast, maar minder dan dat grote vak hier. Nou ja, niks aan te doen. Ja, wat zouden we vandaag gaan doen? Ik zou jullie een nieuw systeem laten zien om bonenstokken te plaatsen. Dat ga ik je ook laten zien. Maar verder heb ik deze week eigenlijk vrijwel niets kunnen doen, omdat het zo koud was. De ijzige noordenwind. Het leek wel, het was 10 graden, maar het leek wel -3. En het groeit ook niet in de tuin. Het groeit nauwelijks in de tuin. Het staat allemaal een beetje stil. Nou, in de kas groeit het wel een klein beetje. Dus straks lopen we daar nog eventjes naartoe en dan laat ik je zien hoe de stand in de kas is. Maar eerst de bonenstokken. Nou, dit zijn die verbindingstukken die ik had besteld bij de Farm Dream. Ik had ze gezien op hun site en ik dacht, ja, elk jaar loop ik met die touwtjes, al die stokken aan elkaar te zetten. En ik ben natuurlijk niet zo groot, dus ik kan daar vrijwel niet bij. Dus ik dacht, nou, dat is misschien wel wat. Dan kan ik dit aan die stokken en dan kan ik die stokken zo in de grond zetten. Nou, die stokken die krijg je er vrij makkelijk in. Die zet je er zo op en die klik je er zo in. Dat is op zich, ging me dat vrij makkelijk af. Het enige is, ik had wel bamboestokken die aan de bovenkant dunner zijn dan aan de onderkant. Deze zijn geloof ik voor 16 mm. Ze hebben ze in verschillende maten. Maar goed, ik had opgemeten. Wat ik heb gedaan, ik heb mijn bamboestok omgedraaid en de onderkant die paste er namelijk wel heel goed in. Dus die dunne bovenkant, die zit nu in de grond. Maar goed, ik kreeg ze er vrij makkelijk aangeklikt, dus dat viel me al, dat ging best makkelijk. Nou, en daarna heb ik ze naast elkaar 4 stokken, want ik had uitgemeten dat ik 4 stokken nodig had hier, heb ik ze daarna naast elkaar gelegd en de verbindingsstok bovenin, hier. Daar moet de verbindingsstok in. Nou, dat had ik zo uitgelegd, dus ik dacht, nou prima, dat gaat perfect. Dus toen heb ik ze 2 stokken, dus 2 stokken met verbinding, 1 voor 1 in de grond geduwd. Dat ging ook vrij makkelijk, want ik had natuurlijk de dunne kant nu onder, dus die gingen heel makkelijk in de grond. Ja, en toen moest natuurlijk boven die stok erin. Nou, dat was eventjes een beetje, ja, passen en meten. Maar ik denk als ik het volgend jaar weer doe, dan weet ik hoe het werkt. En dan zal het wel iets makkelijker gaan. Nou, hij staat. Maar goed, toch een beetje wiebelig. Dus ik heb daar, net zoals je met gewone stok, als je die met touwtjes verbindt, dan is dat ook wiebelig. Dan moet je altijd nog een paar 2 schuine verbindingstokken neerzetten, zodat de bol stevig is. Nou, dat is hij. Staan prima. Dus ik denk, ja, dat het best heel goed zou kunnen werken.
Het voordeel voor mij is dat ik natuurlijk bovenaan niet met die touwtjes verbinden erbij kan. En daarvoor zijn deze verbindingsstokken voor mij in ieder geval heel handig, omdat ik natuurlijk niet zo groot ben. Nou, dan wilde ik ook nog een klimrek gaan plaatsen voor mijn klimcourgettes of komkommers of pompoenen. Maar ja, daar ben ik nog niet aan toegekomen en dat misschien volgende week. En ik weet ook eerlijk gezegd nog niet precies waar ik die neer wil zetten. Maar ik zal je dat net wel even laten zien. Hij ligt in de kas. Nou, daar gaan we sowieso naartoe, want het is hartstikke koud. Nou, de deur gaat dicht, want het is hier, even kijken, 16 graden. Nou, 16 graden in de kas overdag, dat is echt koud. Nou, de planten hier, de tomaten en alle andere planten, die kunnen 16 graden prima hebben. Want dat vragen jullie wel eens. Ja, ik heb mijn tomaten verspeend en op welke temperatuur moet ik ze dan overhouden? Hè, of laten groeien? Nou, dat is... tussen de 15 en 20 graden is prima. Het hoeft zelfs niet eens zo heel warm te zijn, want dan worden ze alleen maar heel lang. Wat ze bij mij dus nu aan het worden zijn, want ik had ze van de week ook buiten willen zetten. 'S middags, om ze al een beetje te laten afharden. Maar het waaide keihard, het was veel te koud. Nou, dus ja, ze staan nog steeds binnen en ze komen nu bijna tegen het dak aan. Dat moet eigenlijk niet. Volgende week krijgen we een hele week regen. Dan kunnen ze eigenlijk ook niet naar buiten. Maar misschien ga ik ze dan in de buitenkeuken zetten. De temperaturen gaan wel omhoog. Maar dan worden ze tenminste niet nat. Want daar houden tomaten niet van. Nou, dat klimrek. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook gaan installeren. Kijk, en het ziet er zo uit. Ja, ik vind het heel mooi. Ook omdat het van een natuurlijk materiaal is. Het is van, ja, het is van touw, jute misschien. Ik had hem eigenlijk bedacht voor mijn pompoenen en voor mijn klimcourgettes. Maar op het plaatje staan ze met voor de doperwten. Nou, daar is het nu te laat voor, want daar heb ik al andere rekken staan. En dat is allemaal van metaal. En dit lijkt me gewoon iets flexibeler. Dus daarom had ik ze besteld. Maar ja, zoals gezegd, ik weet nog niet precies waar ik ze neer ga zetten, maar... Als ik het wel weet, dan ga ik deze op deze manier neerzetten. En ik heb allemaal nog van die oude takken uit het bos van vorig jaar. Dus daar kan ik dat mooi bij gebruiken. Dus dat moet nog even wachten. Nou, klimcourgette. Ik zei, ze kwamen niet op. Nou, uiteindelijk zijn er twee opgekomen. Dus daar ben ik wel blij mee. Voorlopig heb ik er ook aan twee genoeg. Want over een week of vijf ga ik er nog twee zaaien. Want deze die zijn dan al wat groter. En als je courgettes in tweeën zaait, dan heb je een veel langere oogsttijd. Want courgettenplanten kunnen heel groot worden. Ze kunnen ook last krijgen van meeldauw. En als je dan na... Ja, zeg maar met een interval van 5-6 weken nog een keer courgettes zaait, dan kun je die mooi vervangen en dan heb je een langer seizoen om courgettes te oogsten. Dus dat gaat goed, eindelijk. Nou, de boontjes, dat gaat ook goed. Kijk, sperziebonen zijn mooi opgekomen. Nou, zoals ik al de vorige keer zei, zorg dat er altijd aan de onderkant water zit, maar aan de bovenkant niet. Want dan gaan ze rotten. En zeker nu het de afgelopen week helemaal niet warm is geweest, heb ik ze op een warmtematje laten ontkiemen. Want ik weet zeker, als ik dat niet gedaan had, dan waren ze niet boven de grond gekomen. Want sperziebonen hebben warmte nodig om te ontkiemen. Niet te veel vocht, want dan gaan ze rotten. Maar ja, zoals je ziet, het gaat goed. Ze komen boven de grond. Nou... En dan zei ik jullie vorige week al, ik kan jullie na een week waarschijnlijk al laten zien dat de stekken van de zoete aardappel wortels hebben gekregen. Nou, je ziet het. Dat gaat goed. Dus, nou, ik denk met een week of wat, als de worteltjes lang genoeg zijn, dan ga ik ze overzetten in een potje. Maar, toen zag ik van de week...
Olivier, hè, de YouTuber die ik, Franse YouTuber die ik dus altijd volg elke week, die zei dat je die fase van dat glas met worteltjes maken over zou kunnen slaan. En dat je die stekken, van de, als je die lossnijdt van de aardappel, dat je die meteen in de grond kan zetten. Nou, ik dacht, weet je wat? Jullie weten dat ik vond dat ze zo klein waren, die stekjes. Ik dacht, nou weet je wat? Ik ga dat ook doen. Ik ga gewoon die stekjes die ik te klein vond, die ga ik rechtstreeks in een potje zetten. Waar je dan wel op moet letten, dat je er niet te veel blaadjes aan laat zitten. Maximaal 2 blaadjes. Dat heb ik hier ook gedaan. Ja. En dan is het... Ja, hij zegt dat ze gewoon in het potje ook wortels gaan vormen. Nou, ik heb dat gewoon uitgeprobeerd. En dan gaan we wel zien of dat lukt. Verder. Even kijken. Ja, de zinnia's komen op. De zinnia's komen op. Die had ik vorige week een dag voor de opname had ik die gezaaid. Dus dit is nu ja, een week en een dag. En nou, die gaan goed. En ook die mooie Cosmea. Die ik bij de Farm Dream had besteld. Kijk, die komt ook op. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Het schijnt een perzikachtig kleurige Cosmea te zijn. En de Amarant. De Amarant, kijk, die komt ook op. Dus, nou, en de rest. Ja, daar zou ik nog op moeten wachten. Nou, wat kun je de komende week nog gaan doen? Je kan buiten je groenten gaan uitplanten die in de kast staan. Ik heb de bietjes buiten geplant die ik binnen had, de Georgia. Ik heb ze heel goed toegedekt met mulch, met afgemaaide gras. Maar misschien had ik toch beter een weekje kunnen wachten met die kou. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat ze gaan overleven. Dat is, daar was ik toch misschien iets te snel mee. Omdat, ja, ik had wel naar het weer gekeken. Ik denk, nou het kan wel. Maar het was, die wind was zo koud. Goed. Ik heb nog iets wat ik jullie wil laten zien. Dit zijn de Afrikaantjes. En ik heb altijd mini-Afrikaantjes. En die zijn allemaal heel goed opgekomen. Ik heb ze allemaal al verspeend een paar weken geleden. Maar ik heb ze getopt. Kijk. En waarom heb ik dat gedaan? Anders zouden ze zo lang worden. Kijk, wat je dan doet. Je knipt... waar die, zeg maar... Ja, hier heb ik een goed voorbeeld. Kijk. Deze heb ik dus niet getopt. Die wordt heel lang en slungelig. En wat ik dan doe... Dan knijp ik gewoon de top eruit. Zie, en dan gaat die hier vanzelf weer uitlopen. En dan worden ze wat bossiger en wat breder en wat steviger. Dat doe ik elk jaar met Afrikaantjes, omdat ze lang in de kast blijven. Ook die kunnen pas naar buiten, na de ijsheilige. En als je ze topt, nou ja, dan worden net, je ziet het, dan worden er wat compactere plantjes. Dus dat gaat heel goed met Afrikaantjes. Nou ja, verder. Ik ga even mijn boekje erbij pakken. Je kunt nog buiten gaan uitplanten sla, bloemkool kan je uitplanten, broccoli kan je uitplanten. Als je al mooie, spruitjes hebt, spruitjesplantjes, kun je die ook al uitplanten. Maar ik denk dat ze allemaal nog te klein zijn, bij mij zeker. Ik had ze buiten uitgezaaid. En ze zijn nu zo groot en ze hebben de afgelopen week eigenlijk, ze zijn nou werkelijk... Er is niks bijgekomen. Ze zijn nog steeds zo klein door de kou. Dus we moeten echt warme weer krijgen. Ja, en dan vanaf maandag. Als je volgens de maan tuineert. Ja, dan kun je weer gaan zaaien. En dat is even kijken. Dan kun je pompoenen gaan zaaien. Je kunt, het is te koud nog buiten. Maar je kunt weer... boontjes gaan zaaien, ook klimbonen, maar ook kievitsbonen, dat zijn droogbonen. Je kunt gaan zaaien, dat ga ik ook doen, komkommer. Ga ik ook zaaien, had ik nog niet gedaan. En buiten zou je op rijtjes, als je dat zou willen, worteltjes kun je gaan zaaien. Je kunt bietjes buiten gaan zaaien. Even kijken. Ja, dat is het wel zo ongeveer.
Dus ja, ik hoop dat het in Nederland ook wat warmer weer wordt. Ik zag ook dat het bij jullie heel koud is. En anders moeten we gewoon maar geduld hebben. En nog even een beetje kalm aandoen. Meer zit er geloof ik niet in. Nou jongens, ik neem afscheid van jullie voor dit weekend. En dan hopen we elkaar volgende week weer te zien. Hopelijk met warmer weer en ook droog, zodat we weer lekker aan de slag kunnen. Fijn weekend en tot volgende week. Dag!